Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag is er weer een spiksplinternieuwe dag. En het is een heerlijke dag. Het is fantastisch weer. Het is echt fantastisch weer. Maar hier zit een dak op. En ik hoef geen dak. Nee, we willen een cabrio. We willen een cabrio. Dus we gaan eventjes iemands auto jatten. Ja. Een cabrio heeft. Dus daar gaan we eventjes naartoe rijden. En dan gaan we eventjes switchen van auto. En met die auto gaan we ook wat leuk doen. Want we hebben wat leuks van die auto. Ja. Want het is wel een beetje gevraagd voor ons. Maar het is ook een soort van verrassing. Maar als we het fout doen, is het wel echt verpest. Ja, maar jullie zien het wel. Ja. Oh ja, en trouwens, even tussendoor. We hadden iets wat leuks. Iets nieuws. Daar was ik net mee bezig. En ik ga het jullie even nu laten zien. Vooral leuk voor de mensen die een scooter hebben. Kijk, en dat is dan dit. En dat is dan hier jouw tekst onder je kenteken. Dus je hebt hier al een sticker. En die sticker kan je volledig invullen wat je wil. Dus hier jouw tekst of pak me dan. Of sommige mensen hebben ook wel eens politie hierop voor de grap. Maar dus hier kan je gewoon een tekst invoeren. Je eigen naam, noem het maar op. En dan heb je onder je kenteken gewoon je eigen tekst. Dus dat is wel vet. Dat is nieuw op onze webshop stickerforyou.nl. En we zijn aangekomen bij het racebeest. Yep, want dat rijdt gewoon veel lekkerder. Wij gaan eventjes naar Boas met zijn auto. Ik heb hier de sleutel toevallig. Maar nou, willen we niet toevallig. Eerst plakken? Ja, ik denk wel dat we hem eerst even willen gaan plakken. Ik denk eerst inderdaad dat wij, want wij komen natuurlijk niet voor niks. Ik heb hem al een hele tijd niet gezien, deze MX. En jij zei dat hij achterlichten had. Ik zag in de video, als jij hem aanzet, is deze strook, wat eigenlijk niet mag of wel mag, een remlicht. Ja, dit is fantastisch. Je hoeft nog geen eens te starten. Is het lijp? Ja, dit is fantastisch. Dit is echt Porsche 3.0. Ik was hier. Zit je er klaar voor? Ja, doe maar. Oh, dit is echt... Ja, dit is echt lijp. Ziet u het? Ja, hij gaat ook echt zo van groot, klein, groot. Want hij gaat daarna, hij gaat eerst hier zo zeg maar open. Want je hebt ook knipperlicht. Die hebben wij toen nog geïnstalleerd. Of die had boos weer opnieuw gereden. Ik heb geen idee. Maar eerlijk, is fucking lijp in de avond. Dit is fucking vet. Dit is echt fucking vet. Dit moeten wij ook. Hoe waar? Waar wil je dit plakken? Ja, hier ergens. Hier is die van ons. Ik dacht dat deze van ons was. Jij loopt ook echt. Ja. Sorry bewoners, dit was niet de bedoeling. Maar hier, sorry. Dat is wel heel onbeschoft inderdaad. Loop altijd tik op. Maar ik dacht echt dat die van ons was. Nee, maar joh. Ja, inderdaad. Nee, maar dan hier ook ergens. En dit bedoelen we met Cabrio. Hey, hij is wel mooi hè. Ik vind die binnenkant zo vet, joh. Ja, het is echt een laag dingetje. Maar we gaan eventjes, deze auto is één grote sponsorbak natuurlijk. Want heel erg veel bedrijven hebben hiermee samengewerkt. Bijvoorbeeld de cabrio is van cabrio gear en dat soort shit. Dus en de belangrijkste heb ik geleerd op school, staat altijd onderaan. Dat is zeker waar. De car wash for you en de sticker for you. Car wash for you omdat we straks een car kit hebben voor Boas waarmee die zijn wrap zeg maar kan onderhouden. Precies. En stickers voor je omdat deze stickers op de zijkant. Ja. Maar de grote vraag was. Ja, ik denk nog iets meer naar links. Echt bij dat aan. Ja, daar, dit. Dit hè? Dit is hem. Ik heb een mooie schooltas. Hey, we hebben daar nog één van op de website. Deze tas ja. Dit is echt. Deze tassen. Deze heb je echt al lang, maar hey, kijk. Wacht eens. Het zit klittenband onder. Dan kan je wel eens een sok mee hebben in één keer. Ja. Geen idee. Had jij een pakketje besteld? Hey, maar check even, ga eens aan de shoefie shoef. Oh ja, kijk, dit is lijp. Ja, dit is vet. Dit is vet. Had geen andere kleur moeten zijn. Nee, zwart was perfect. Wit was te. Dit is prachtig. Ik ga alle bubbeltjes eruit halen, doen we de andere kant ook even. Ik deed net die achterklep dicht, jongen. En ik kreeg bijna dit in mijn gezicht. Want ja, maar dit wat is zo lomp. Is ook dat ding zwaar geworden, maar dat ziet er wel. Als het waait hij gewoon echt je hoofd eraf. Want dit is echt. Alsof je de voorklep dicht doet. De motorkap, ja. Ik zeg, we gaan lekker. Waar gaan we heen? Lekker toeren. Naar Apeldoorn, toch? We gaan naar Apeldoorn. Dus zet die BMW maar op slot. Let's go. Waar is die. Waar is de klep? Waar is de klep? Zo! Zo! Wij verstoppen hem ook altijd. Echt een analuchtje. Dat is een analuchtje. Ewa, hey, ik heb even een vraagje. Waar is het kleppensysteem knopje? Ja, die denk ik dat je die niet open kan doen, dat Anna die heeft. Oh. Ik denk echt niet dat die handmatig open kan. Hoor. Ja, dat is open. Maar omdat hij die leiding niet pakt, is je hoofd dat lucht. Want hij moet vacuüm gezogen worden. Ja, daarom. En er is een dichte klep bij starten, dus hij blijft standaard dicht. Het zou goud zijn. Oh, het zou fantastisch zijn. Probeer de andere eens. Prachtig. Nou, goede klep in principe. Ja.
Jongens, volgens mij zie ik hier een hersluitbaar tuinrepje op de discolamp. Hebben we er een, hey, ook nog een hersluitbaar, hè? Hop, en dan weer, hop. Hij brandt toch binnen een kwartier door, ben ik bang. Een tuinrepje. Is open. Lekker, we kunnen. Let op. Dit willen we. Nice. We kunnen naar Apeldoorn. Maar stel, we moeten hem voor een bijzondere reden dicht doen. Dan kan ik dat even niet. Nee. Maar goed. Of heel veel ref en dan brandt hij door. Ja, nou, aan. Nou, naar links was het, hè? Ja, naar links. We weten die hele wijk uit ons hoofd hier. Wat een lekker autootje is dit. Dit is lang geleden, hoor. Cabriootje, heerlijk. Ach. En het is tijd voor de lunch. Pauze. Draai geopend. Nou, dan moeten we lopen. En als ze nu gaan zeggen... Nee, je mag niet lopend. Maar nou, dan moeten we eerst helemaal zo rijden. Moeten we keren en dan zo. Dan gaat het niet. Nee, dat gaan we niet doen. Je moet even die bel raken. Ik ben de andere wiel. Zullen we lekker zitten hier ook? Ja, daar is een randje. Lekker. Kunnen we auto's spotten? Of op de vangrail? Op de vangrail, dat is leuk. Hij is lekker warm, hoor. Dus drie keer op de handrem klikken. 1, 2, 3. We zijn linksaf, rechtsaf. Wanneer? Nu. Maar je kan gewoon sowieso de kabel in en uit en dan gaat hij ook open. Kabel in en uit? Ja. Ik dacht het nog. Want jullie hebben een tie-rap eronder vast. Ja. We hebben hem gewoon opengezet. Dus dan druk je op dat knopje. Hoe kan je hem open en dicht doen dan? Wat je ook kan doen. Ja, ik had het jullie misschien even moeten vertellen. Maar we zijn echt teruggereden om dit op te... Oh ja, cadeautje! Yeah. Oh, nee. Je hebt hier deze. Kijk, en deze ligt er nu uit. En als je die er weer in doet, dan gaat hij gewoon weer aan. Dat meen je niet. Check de zijkant. Oh shit. Op zich best lijp, hè? Ja, dat is best wel netjes, man. Maar deze valt nog wel mee. De andere kant... Ja, dit is mooier. Het is wel mooi geworden zo, hoor. Ja, is wel netjes, hè? Heel strak. Bubbeltje eruit. Er zijn wel bubbeltjes, die moet je er even uit... Nou, we zijn bij een rapbedrijf, dus dat is op zich best prima. Rappen? Ja, zij rappen ook. Hij is nu lamp aan het tinten en zo. Echt? En, zij dus ook mijn alarmsysteem in aan het bouwen. Van alles en nog wat doen ze. En ze doen nu ook hele Lamborghinis bodykits en weet ik wat. Ze hebben echt... Fucking lijp. Dus de 107 kan... Ja, kan, ze hebben één 107 gebouwd. Die zwart of niet? Ja, die hele zwart. Oh, is dat hier? Ja, is dat hier? Hier gedaan. Oh, dat is echt lijp. Die ligt laag. Ja. Dit is niet normaal. Dit is een geluidssysteem, dat is van Phoenix Gold. Zo. Ik heb vroeger Phoenix Gold in mijn auto gehad. Ja, jij had zo'n platte onder je mijn stoel. Mijn 208 had Phoenix Gold geluidsinstallatie en ik was er aardig tevreden. Hey, maar dit is niet normaal. Maar dit is bizar. Want je hele achterbank is... Oh, joh. Oh. Hij zet hem zo die stoelen aan. Ook. Zo. Nou, Willy. Oh, zo. Op kenteken zelfs nog. Ja, is kenteken alles. Wat stuurt dat raar? En dan is de vraag, wat zit er in de kit, jongens? Dit zit erin. Dit zit inderdaad in het pakket. Deze gebruiken we veel. Deze? Deze, ja, maar dan dit, de grote versie. Ja, de grote versie, want je hebt niet heel veel nodig. Dat vind ik juist de chill hiervan. Veel mensen gebruiken te veel, maar je moet goed schudden voor gebruik. Bij alles. Dat moet je bij alles doen. Dat ga ik doen, want dit is ook een nieuwe. Dus zeg maar, nu moet je even iets beter schudden dan normaal. Maar, yep. Oh ja, dat moet natuurlijk wel... Ja, eigenlijk had je dat erin moeten doen. Ja, en dan, en dan pas vullen. Eigenlijk wel. Maar goed. Maar. Ah, dat is zo lekker, hè? Dit smaakt echt heel lekker. Oh. Hey, en bij elke bestelling krijg je een gratis zakje van deze. Oh ja, krijg je een zakje van deze. Kun je ook één keer je auto wassen in een emmertje mikkeren? Een emmertje. En het is ongeveer. Dit. Ik heb niet geknepen. Ik liet het gewoon zichzelf. Gewoon een doppie. Het is gewoon een doppie, inderdaad. Nou, schuimen. Nou, schuimen. Het is net aangebracht 5 minuten geleden. En ik ben het bij de spoiler eraf aan het halen, maar check dit eens even. Dit heeft hij nog nooit gezien. Normaal zit hij met zijn Mackie hierop. Dit glimt weer als een malle. Ik ben benieuwd, maar de wrap glimt ook voor een matte auto. Ja, dat is wel een beetje raar. En het moet er nog af. Moet er nog af. Kijk eens hoe glimmend dat ding er nu al uitziet. En hij glimt nog niet helemaal, want ik ga hem nu waxen. Beetje gek op een matte, weet ik veel wat, maar we dachten, we doen het gewoon. Ja, het kan ook, want dit zit in die kit. Ja, dat is zeker waar. Dat is inderdaad. Dat maar dit is een bijzonder product. Maar dit is, zeg maar, om hem te waxen zonder... Zonder water. Zonder water. Dus je spreekt het, zeg maar, zo in. Daarna met een doekje hou je het eraf. En hij is gewaxt. Want in het boekje staat serieus, je kan dit overal doen. Je hebt geen emmer water nodig, geen tuinslang, niks. Het beschermt en weet ik veel wat allemaal tegen krasjes, kleine krasjes. Dus maar als je het precies wil weten, kan je van de achterkant lezen. Maar dit is... Maar dat is echt top. Maar alleen deze nog hebben we de 3 stappen gedaan en dan is hij car kit. Precies. Ik zou hem wel nu, als je hem zou willen, snel bestellen, want deze gaat echt keihard. Ja. Dus we hebben er nog een paar. Kijk, die motorkap. Poetsbedrijf beginnen?
Ik vind hem clean. Dat is een spoiler. Ja. Hebben we mee. Nou, die spoiler, dat is echt. Eén ding is zeker. Als wij het kunnen, kan iedereen het. Dat zeker. Zo, die spoiler gek. Ja. Ja, dit is gewoon schade. Die glimt echt. Ja, maar ook dat achterkantje. Motorkap. Ja, lijkt. Heel erg lijkt. Nou jongens, ik zit in de MX. Sven zit in de MX. En wat was het daar? Iedereen heeft, al die jochies daar die denken dat Boas daar is. Maar niemand wil mij meer! Niemand ziet jou meer! Mensen vinden me blijkbaar alleen maar leuk voor mijn auto! Al die jochies daar die dachten dat Boas in die auto zit. Maar Sven zit erin en Boas zit hier achter in die andere auto en niemand ziet hem gewoon. Maar echt, die auto is zo bizar. Iedereen kijkt ernaar, is echt bizar. We gaan de olie bijvullen. We gaan de olie bijvullen. Yeah. Had je het een beetje op beeld of niet qua rijden? Ja, met die jochies. Met die jochies, ja. Gewoon, het is echt. Ja, hij deed deze rijdt voor die van jou, zeg maar, die ook een kabaal. En Boas werd gewoon. Het is echt bizar wat auto's doen bij mensen. Ja, maar iedereen, als je erachter rijdt, iedereen kijkt. Ik heb gewoon adrenaline, hè, van dat ik in deze auto rijd, omdat ik het zo ziek vind. Maar het geeft je gewoon een ervaring. Dus Boas, thanks daarvoor. In ieder alsjeblieft. Geval. Ja, mensen blij. Nou, de olie bijvullen. Och. Zo, wat een hitte. Mag ik ook gewoon wat kappen? Heel vaag. Oké, okay, nou, trechter. Ja. Huh? Gieten. Geen druppel. Nee. Oei! Oh, nee. Dat was in het gootje waar het in hoort. Ja, dit is de olie en dan straks de ruitenvloeistof moet hier. Ja. Kunnen we het hier al checken hoe vol de ruitenvloeistof ja, is? Ja, precies. En trekken we een paar van die eruit. Ja, en dan weten we zeker dat die goed is. Ja. Zo, even kijken. Ook het laatste stukje. Jeetje. Moet je zo'n bolletje vasthouden voor zo. Pak hem. Hoor. Dat heb je dus gedaan. Nou jongens, er is een tunneltje. Ik ben heel benieuwd. Echt niet normaal. Ja, en we rijden nu naar nog één leuker tunneltje toe. Nog één leuker tunneltje. Eén leuker tunnel, die is namelijk nog langer. Boas gaat door die tunnel. Hij staat er. Oh jongens, ik ben kapot. Daar komt ie. Dit is niet normaal, dit is echt heel lijp. En dan komt hij weer. Yes. Holy shit. Dit is er. Ik heb geen woorden voor. Dit knalt bizar hard. Onze 107 is gewoon harder. Dus ik ben echt benieuwd. Ooit moeten we een keer even een tunneltje doen met de 107. Of hier, dan kunnen we het geluid gewoon echt goed meten. En daar staat de beast. Niet normaal. Niet normaal. Leuk speelgoed, hè? Echt bizar. En daar gaat Sven. Ga even inhalen. Ja, moeilijk, hè? Maar wel een dingetje. Die RS3 is nog een tijdje vet, joh. Dat kan. Wat een beest! Echt, ik ben nog kapot van het rennen net in de tunnel. Moeten wij niet bij de zakenpas zoiets kopen? Onze investering. Er staat net niet genoeg op, ben ik bang. Dat denk ik ook niet. Nou mensen, bedankt voor het kijken. We zijn weer thuis. Het was nog eventjes gezellig bij Boas. We hebben nog eventjes wat gedronken en eventjes gekletst. En toen zijn we naar huis toe gegaan en zijn we eigenlijk vergeten de auto af te sluiten. Dus bij deze, mensen, bedankt voor het kijken. Later.